Vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik deze najaarslook heb gemaakt. Ik vind het echt een najaarslook omdat dit mijn favoriete kleurlippen is voor in het najaar. Een beetje tussen berry en rood in. En ik heb het verder gecombineerd met bruin en een olijfgroene kleur. Ik ga jullie laten zien hoe ik deze look heb gemaakt. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, dan moet je even blijven kijken. Nou, waar ik mee begin is het hydrateren van mijn gezicht. Want in het najaar kan ik nog wel eens last hebben van droge plekjes. En daardoor gaat je foundation er vaak wat minder mooi uitzien. Dan breng ik een pore minimizer aan en die zorgt ervoor dat mijn poriën wat minder zichtbaar worden. En zorgt tegelijkertijd voor een basis op de plekken waar mijn huid wat vetter is. Dan mix ik twee CC creams van Max Factor, zodat het de ideale kleur voor mij wordt. En die breng ik dan aan met een bufferkwast. Dan gebruik ik een concealer van Essence en die breng ik aan waar nodig, dus onder mijn ogen en op wat plekjes waar ik onzuiverheden. En die blend ik ook weer met dezelfde bufferkwast. Dan gebruik ik mijn favoriete poeder van MAC en daar poeder ik het geheel mee af. Nu ga ik mijn wenkbrauwen bijkleuren en dat doe ik met een wenkbrauwsetje van ELF. En zoals je kan zien vind ik het setje best wel fijn. Ik begin aan de bovenkant en dan werk ik steeds meer naar binnen en dan kleur ik ze zo in. Ik kam ze een beetje door. En dan ga ik oogschaduwbasis aanbrengen. Heel belangrijk, want anders blijft je oogschaduw gewoon niet goed zitten. Ik begin met een bruine kleur van Rimmel. En die breng ik onderin mijn ooglid aan. Dus echt tegen mijn wimperrand. En nu gebruik ik een olijfgroene kleur van MAC. En die ga ik daarboven aanbrengen. Dus ik werk als het ware in laagjes. Normaal werk ik vaak van binnen naar buiten. Maar op dit moment werk ik dus van onder naar boven. Nu neem ik een lichte kleur uit het Makeup Academy palet dat ik heb en die breng ik aan onder mijn wenkbrauw voor een highlight en daar ga ik ook alles mee blenden. Nu neem ik mijn favoriete duo paletje van P2 en daar breng ik een mooie highlight mee aan in mijn ooghoek. Met een eyeliner van NYC trek ik een subtiel lijntje. En dan gebruik ik de Max Factor Clump Defy Mascara om mijn wimpers aan te zetten. Dit zijn nu mijn ogen en dan ga ik nu verder op het gezicht en de lippen. Ik gebruik een blush van Rimmel en het is een blush die een beetje tussen bruin en roodachtig in zit. Hij is een beetje roestkleurig. Ik vond deze heel mooie kleuren bij de look en bij mijn huidskleur. En dan ga ik daar overheen nog een highlighter van MAC aanbrengen. Deze in de kleur Lightscapade. En nu op naar de lipstick, de pracht en praal van deze look. Dit is een beetje frambozen rode kleur van Ice Lips Face en die breng ik netjes aan op mijn lippen. En dan was dat de look. Nu ben je helemaal klaar. Nou, dan was dit mijn tutorial voor deze najaarslook. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Je kan deze look natuurlijk ook gewoon dragen zonder de donkere lippen. Maar ik vind het juist echt heel erg leuk. Omdat ik heel erg hou van dit soort kleuren in het najaar. Hij doet me eigenlijk een klein beetje denken aan een kerstlook. Maar dat is het nog niet. Ik noem het voor nu gewoon nog een najaarslook. En einde dit jaar komen er ook wat kerstlooks aan. Als jullie dat leuk vinden tenminste. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken. Alle gebruikte producten die staan in een lijst in de beschrijving. Dus dan was dat het. Tot de volgende keer. Doei!